Good morning, vandaag is dag nummer 32 in deze serie, de nieuwe mens. Gisteren hebben we gered van waar de oude mens heeft het stelen en de nieuwe mens heeft het geven. Vandaag hebben we een voorbeeld van waar de oude mens krijgt het gegendeel is van de nieuwe mens. Zo gaan we lezen op deze feier, vers 29. Red niet wat de nächsten schulden kon. Red bloos dat waar de geholpen wordt, de jund hier. De oude mens heeft het slecht reden en de nieuwe mens heeft het goed reden. Dat gegendeel van slecht reden is niet bloos nicht reden. Dat gegendeel van slecht reden dat is goed reden. De oude mens heeft de dingen zijn om andere mensen rofraan, om andere mensen bedreigen, om woorden. Maar de nieuwe mens niet, dat is niet dat hij bloos ophieren dat met reden. No. De nieuwe mens is nu actief en verzet dingen te vinden om de mens opbouwen met deze zinne weer. Hij verzet goede te zijn. Du hast een sprechwoord, dat zeg ik een beetje zoals dit. Wanneer je niet goede hast te zijn, dan doe je überhaupt niet zijn. Maar weet je voor een Christ, een nieuwe mens en Christus? Ik geloof voor die persoon stemt het niet ganz. Ik geloof voor een Christ zal het zoals dit zijn. Wenn du nicht gehört hast zu sein, dann segne wird gehört zum Sein. Christus hat wenig bloß in der Welt gekommen, zum Nicht-Sinnen. Christus wie in der Welt gekommen, den sein Leben wir voll von gehört rüberbringen in der Welt. Wie sollen so sein als Christus? Wie sollen nicht bloß Nicht-Sinnen? No, wie sollen voll sein mit gehört, was wir rüberbringen? Und wie sollen gehört Dinge schaffen in der Welt? Christus deed ook niet bloos niet slecht reden. Christus deed goed reden. Amavara. Weet je, er zijn enkele mensen die hebben een deel te zijn over alles. Nee, de meeste alles. En dan zijn er andere soorten personen die zijn er nooit stijl, er nooit treehond. En die hebben zeer weinig te zijn in groepen gewonsen. Nu dat je voorzijfjang is voor zo'n persoon die in groepen gewonsen je weinig niet zeer veel zijn doen. Dat die geloven, die brengen zich niet aanstrengen. Tim veel goed zijn te andere mensen. Wegen die zijn in de beetje steldere persoon. En zo dat telt dan niet voor mij. Maar weet je wat? Dat is geen entschuldiging. De Bijbel zegt niemals dat wanneer die een van zo'n steldere persoon bent, dat du die niet brugst aanstrengen te goed zijn te andere mensen te meer erheven. Du moet die aanstrengen, krijg zoals alle andere mensen in de wereld moeten. En zo'n personen, wat vielen vielleicht so sehr veel over alles hand te zijn, die moeten zich vielleicht nog mal anstrengen, te moeten beten wen je zijn, en meer wertvallend wat opbeurend is te de mensen die du horchen doen. Bad personen moeten op zich anstrengen en dit. Goede dingen zijn is krak zo wichtig als goede dingen doen voor anderen. Wie man alle eens even en deze dingen. Hier is mijn vrouw voor die van deel. Dat du die anstrengen, om goede dingen zijn te anderen. Goede dingen reden is krijg zoals al zes wordt in leven. De meer wie ons du ben even doen, de leichter fangt er aan te worden. Zo mag God die zegenen, wie zijn als Mars.